In het hoofdlijnakkoord geeft Heijmans in het najaar van 2015 aan of het het nieuwe winkelcentrum kan realiseren of niet. Hierover neemt de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum op 18 mei een beslissing tot voorlopige aankoop van de gronden. De gemeente kan desgewenst de grond van het oude winkelcentrum kopen tot een maximum van 7 ton, waarop Heijmans later eerst recht van aankoop heeft voor woning.